Wat begint met de letter K en rijmt op bult? Een katapult! Hallo serpentjes! Ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon 3 Wild! Vanuit de katapult heb je echt een awesome overzicht van het level. En over awesome gesproken, ik heb 6000 euro gespaard. Ik ging lekker naar beneden, een tomatensoepje eten en een broodje tonijn. Dat boeit eigenlijk vrij weinig voor de video, maar dat is wel wat ik ging eten. Dat is mijn avondeten, gefeliciteerd. En ik kwam terug en ik had wat geld gespaard en ik heb mijn leningen kunnen afbetalen. En alles is goed, alles is fijn. We gaan verder met Rollercoaster Tycoon 3 Wild. Trouwens, één klein dingetje. Ik dacht dat je voor brons 5 hippo's moest hebben. Maar het is veel kutter dan dat. Je moet 5 hippo's loslaten in het wild. Rick, wat is daar een probleem van? Nou, dat zit zo. Ik klik even op een willekeurige hippo. Zoals deze hippo. Heidi hippo. Je kan een hippo verkopen. En dan dump je hem en krijg je lekker veel geld. Of vrij laten in het wild. Dat is eigenlijk verkopen, alleen krijg je daar geen geld. Waarom zou je dat willen doen? Ah, maar dat moet van de missie, daarom. Enig probleem is, je mag ze alleen dumpen als hun gezondheid heel hoog is. 95%. Gelukkig heeft Heidi Hippo dat, dus doei Heidi. Ik had eigenlijk graag de baby hippo's vrijgelaten. En lekker die in het wild gegooid waar ze opgegeten worden door katten. Of baby's, normale baby's, baby mensen die baby hippo's eten en zo. Maar je kan geen kinderen vrijlaten in het wild. Dus ik laat alle volwassenen vrij in het wild. En alle kinderen die gaan lekker chillen hier, denk ik. Zoals Hully Hippo. Doei. Je krijgt wel een kleine publiciteitsboost. Als je ze vrijlaat in het wild. Over publiciteitsboost gesproken. Weet je hoe je mij een publiciteitsboost kan geven? Nou, natuurlijk weet je dat al. Rick, denk je nu? Hou je bek. Oké, ik ga het zeggen. Doe je oren dicht. Ik ga het zeggen. Doe je oren dicht. Hoeveel hippo's heb ik verkocht? 5. Mooi. Je zou mij een publiciteitsboost kunnen geven door een duimpje omhoog te doen. Sorry dat ik dit moest zeggen, maar als je erover nadenkt, is een duimpje omhoog doen hetzelfde als de hippo's verkopen. Je hebt er helemaal geen zin in, maar je helpt er wel iemand mee ofzo. Weet ik veel, whatever, laat maar. Weet je wat, laat maar. We moeten nu alleen nog een achtbaan bouwen met een spanning van 6,5. Dat is balen, want die dingen zijn duur. Doyer. Dus ik denk dat we eerst gewoon een beetje verder gaan met het park en wat extra geld gaan verdienen. Ik zat over na te denken om hier een fucking groot zwembad te bouwen. Iedereen is dol op zwembaden, kan lekker veel geld verdienen, je weet wel. Dus hier zo, lekker zwembad. En doen we hier zo'n supergeheime scheidingslijn van, oh, hier is even geen zwembad. En doen we daarnaast, hoe breed is dit zwembad? Hoeveel vakjes is dit? 1, 2, 3, 4, 5. Doen we hier hetzelfde, maar dan met ronde hoekjes. 1, 2, 3, 4, 5. Zo. 5. Is het goed zo? Nee, zo dan. Zo. Kijk, 2 keer hetzelfde zwembad, maar deze is rond. En eigenlijk krijg je voor hetzelfde geld veel minder zwembad, want deze vakjes gebruik je helemaal niet. Oké, dat is helemaal mooi. Ik zit erover na te denken om hier een golfslagbad van te maken. Je weet wel zo'n bad waar kleine kinderen in kunnen verdrinken, omdat er fucking hoge golven zijn. En dan hiernaast een bad, ja, zonder golven. En wat doen we ertussen? Heel veel sexy badmeesters. Echt waar. Dat is gewoon hoe ik rol. Nou, we kunnen wel een badmeester doen, weet je. Het is in principe niet heel handig voor de publiciteit van je park als er kinderen doodgaan in je park. Ken je dat? Dus hier badmeesters, hier badmeesters. Waarom er geen badjuffrouwen zijn? Ik weet niet. Het is in ieder geval zwaar seksistisch. Ik wil ook badjuffrouwen kunnen hebben in rollercoaster. Ongelooflijk. Wat doen we ertussenin? Heel veel jacuzzis. Zo fix je een mooi zwembad. Nu is het enige probleem dat er zijn eigenlijk geen ingangen. In principe, ik wil niet haten, maar eigenlijk zijn er geen ingangen. Waarom deze mensen in één keer op het zand gaan lopen, dat weet ik niet, Cassandra T. En waarom kinderketchup hier staat, niemand weet het. Ik zat erover na te denken om hier gewoon al die ingangen en uitgangen neer te pompen. En dan zien we wel weer, of wel dan. Precies. Even een mooie gepaste ingang kiezen. Zo'n prachtige bamboehut voor in je bamboekut. Als deze persoon even weggaat, zou je even weg willen gaan? Gaan er meer mensen opstaan. Prachtig. Zo. Dit ziet er in principe best mooi uit. Leggen we daar eventjes een prachtig voetpad langs. Zo. En dan kan iedereen in het zwembad. En uit het zwembad. En naar het zwembad. En allemaal andere zinnen met het woord zwembad erin. Woe. Nu gaan we weer proberen alle zwembaden in één keer open te gooien. Dat kan als het goed is. Boom. Oké, dan. Ik denk dat we iets meer geld gaan vragen voor het zwembad dan 1 euro. Want, ja, ik heb juist geld nodig. Ik heb zojuist fucking veel geld geïnvesteerd in een zwembad. Is het toch wel handig als we er even 3 euro voor vragen. En, we noemen het niet zwembadcomplex 1, maar kinderverdrinkverzamelplek. Verzamelplek.
Want het is in principe best een goede plek om je kindje te verdrinken. Je kan gewoon, weet je, als je als ouder een baby hebt en je wil er vanaf, kun je verschillende dingen doen. Je kan het kind in de auto laten zitten op een zonnige dag en zeggen dat je het vergeten bent. Sommige mensen doen dat. Er zijn echt ouders die zo hebben geprobeerd hun kinderen te vermoorden. Gewoon in de auto laten zitten en oh, helemaal vergeten, lol. Hetzelfde geldt voor honden hoor. Je kan je kind vastbinden aan een boom in het bos, maar dat werkt toch beter voor honden. Als een kind vastgebonden is in een boom aan een bos, dan weten ze al gauw van wie het kind is. En dan, ja, dan krijg je een rechtszaak of zo. Wat? Deze attractie heet Cindy Citroen. Cindy's vaginale citroenen. Gaan we daarvoor. Nou, kijk, het zit zo. De vagina is redelijk zuur. Niet zo van, oh, vieze vagina's, maar... zeg maar, de vagina is eigenlijk gewoon een soort opening naar de binnenkant van je lichaam. Dat is net zoals je mond bijvoorbeeld. En daar kunnen bacteriën heel goed in. En daarom is je vagina dus een beetje zuur. Dan gaan de bacteriën dood. Ook jouw vagina persoon die dit kijkt. En ja, als ik dan denk Cindy's zure citroenen. Dan denk ik aan Cindy's zure vagina. Cindy stopt die citroenen in haar vagina. Daarom worden ze zo zuur. Logisch. Het zwembad ziet er echt tof uit. Met al die mensen erin als gekke mieren. Zitten er 428 mensen in het zwembad? We hadden net 400 mensen. Ik bouw het zwembad en denk ik... 400 mensen erbij in mijn park. What? Dat is ziek. Dat is echt ziek. In zo'n zwembadje gewoon bijna 400 mensen in één zwembad. Wauw, goede investering. Ik denk dat we de entreeprijs een beetje omhoog gaan gooien. We verdienen echt ziek veel geld aan dit zwembad hoor. Dan doen we even lekker 4 euro ervoor. Misschien zelfs 5 euro. 5 euro vragen voor het zwembad. Kunnen we lekker veel geld vragen hoor. Ik vind 5 euro trouwens best een redelijk prijsje voor een zwembad. Er zijn zwembaden waar je dat geld voor betaalt. Ik kreeg trouwens ook meerdere meldingen dat mensen dorst hadden. Daarom had ik Cindy's zure vaginale citroenen opgericht. Doe nog even een lekker hotdog. Een standje. Weet je, we hadden net iets over vaginale citroenen. Dan wordt dit iets van... Pims. Penis. Hotdogs. Wat? Dat kan ik beter eens met de H doen. Henk's penis hotdogs. Wat? Maakt het niet veel beter of zo hoor. En penis wel met een hoofdletter P. Kom op jongens. Iedereen weet dat je penis met hoofdletter P schrijft. Waarom? Dat weet je niet. Wat? Maakt niet uit. In ieder geval, het gaat redelijk goed met mijn park. Ik heb een beetje geld. Ik heb een beetje zwembad. Opeens zitten er wel een stuk minder mensen in het zwembad. Ik denk dat 5 euro toch net iets te ver gaat. Laten we dan 4 euro doen. Laten we gewoon vrede uitroepen over alle landen in de wereld. En gewoon 4 euro vragen voor het zwembad. Hartstikke mooi. Het loopt echt helemaal leeg. Net zaten er nog bijna 400 mensen in. What the fuck is er gebeurd, jongen? En voor de rest gaat het best goed. Ik moet proberen uiteindelijk voor goud om de beoordeling van mijn park boven de 900 te pompen. Hoe ik dat moet doen, moet ik echt nog even gaan uitvogelen. Meer attracties bouwen, denk ik. Altijd goed. Nou hebben we dus een hele dure achtbaan nodig. Met een beoordeling van boven de 6,5. In spanning. Nou is de vraag, welke achtbaan kan dat? Ik kijk altijd liefst gewoon naar opwinding en intensiteit. Als die allebei boven de 6,5 zijn, dan koop ik hem. Zo makkelijk ben ik daarin eigenlijk. Nou is het enige probleem wat een achtbaan vinden die dat heeft... tricky is, ja, meestal hebben dingen in de 6. Dat je denkt, ja, probeer je boven die dingen uit te komen. Ik heb hier achtbaan met loopings. Ik heb hier de glowworm. Volgens mij gaat het uiteindelijk op de opwinding. Niemand boven de 6,5. Dat is hetzelfde als spanning, maar dat ook weer niet een huh. Als we deze bouwen, dan halen we in principe brons. Zullen we dat maar gewoon doen? Weet je wat? Weet je wat? Ik leen alweer gewoon een heleboel geld van de Rabobank. Sponsor van deze video, sponsor van de eeuw. Dan doen we deze slangenwagentjes, want ik ben Serpent Gameplay. En dan flikkeren we dit ding in mijn park en dan ga erin, verdomme, of je krijgt geld niet. Oké, dan. Nou is de vraag, waar moeten we dit ding bouwen? Gelukkig leven we in een soort gigantisch woestijn. Dat is gewoon fijn of zo. Woestijn fijn. Even kijken waar dit ding kan, hoor. Ja, de ingang staat nu een beetje de verkeerde kant op, voor mijn gevoel. Hè? Ik wil niet haten of zo, maar dat is gewoon een beetje hoe ik naar kijk. Hij staat nu hier, hoor. Gooi maar open die shit. Een paar extra karretjes erin. Boom! Je hebt een beginnerslevel voltooid. Je hebt een bonus door de beoordeling van de... Wat? Je hebt een bonus door de beoordeling van je park gewonnen. Oké, de beoordeling van je park is zo hoog. Je krijgt een bonus. Wat voor bonus? Geldbonus, bonus, bonus, Albert Heijn bonus, bonuskaart. Dus dat. Nu is het de vraag... Oh, kijk, hier zit wel een voetpad. We kunnen dit voetpad van hierboven... via een heel vies, gek, gaar slangenpad... wel een beetje naar beneden trekken. Toch, denk ik? Ja. Oké, dan gaan we het even doen. Het is niet de meest handige manier, maar hey, je moet er wat voor je zakgeld. Ik weet niet welk zakgeld, maar ik wil zakgeld. Dat is wat ik weet. Ik weet niet veel, maar ik wil gewoon zakgeld. Er loopt wel iemand over deze rare trap heen. Rare mislukte trap dat het is. Oké, nou moeten we dus een manier verzinnen om deze twee platformen op elkaar aan te sluiten. Ik zat te denken als ik nou een beetje naar rechts ga weer. Zo. Alle tijd van de wereld. Zo. Er gaan waarschijnlijk weinig mensen in deze achtbaan. Maar daar gaat het niet om, of wel dan? Misschien een beetje.
Eens even kijken, dan kun je nog een leuk rijpad bouwen. Is toch ook wel fijn dat mensen in de rij kunnen staan. Ondanks dat er niemand in wil, is een rijpad toch, ja, hoe zeg je dat ook alweer in het Nederlands? Handig! Handig! Mandig! Zo, hartstikke mooi. Is dat hem? Ja. Je begint ook meteen naast de uitgang, dus je kan er meteen nog 10 keer in als je wil. Hoe heet de attractie? De attractie heet Glowworm. Ik noem hem Piemel in the Dark. Piemel glow in the Dark Piemel. Wauw. Waarom, Rick? Waarom zo seksueel? Dat is een goede vraag. De vorige aflevering was het nog, ah, frikandel, dit, mayonaise, dat en nu is het, ah, Cindy's vagina, oh, Pim's piemel, oh, vliegende piemel, 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 piemel. Nou, dat zit zo. Ik heb een piemel en ik heb er problemen mee. Er is niks mis met mijn piemel, maar toch. Misschien is er wel mis met mijn piemel. Hoe zou jij dat weten? Dus dat, leuk dat je bekijkt. Oké, okay, als we zilver willen halen, moeten we de volgende dingen doen. Beoordeling Park 700 gedurende 3 maanden volhouden. Dat gaat lukken. We zitten momenteel op 955. We moeten 10 viewing galleries hebben. 10 van deze kuthokjes waar mensen doorheen kunnen gluren. En hebben er momenteel niet zo gek veel van. Het is echt een moeilijk level hoor, qua objectives. Ja, 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 ja. Nou, het makkelijkste om aan die 10 galleries te komen is heel lullig. Heel veel kleine kut galleries bouwen. Maar dat vind ik zo flauw en lelijk. Weet je wel, wie wil er nou zo'n kleine kut gallery? Ik vind die mooie grote galleries, die heeft een park nodig. Ik bedoel, je kan hier wel een gallery bouwen, maar het grootste deel van je uitzicht is de andere gallery. What? Nou, we bouwen hier nog even een paar. Je kan zeggen wat je wil, maar er zijn galleries gebouwd. Ik bedoel, dit is niet mooi of zo. Nee, nee, het is niet dat je denkt, nou heb ik er even een uitzichtje waar je u tegen zegt. Maar het telt. Ja, dat is soms een beetje flauw aan rollercoaster. Soms gaat het niet om wat het beste is en wat het mooiste is en al die troep. Maar gewoon hoe je de missie haalt. Even kijken hoor. Ik weet niet of deze ingang vrij moet zijn om deze gallery officieel te openen. Laten we er wel van uitgaan. Dan trekken we deze berg even kapot. Hé, berg, ga eens bier halen. Zo, doen we dat zo en dan doen we zo een beetje zo. Bam. In ieder geval, deze video heb ik al veel dingen geleerd over de zuurtegraad van de vagina. En dat is, het is echt waar, voor de vrouwen die dat niet weten. Je mag je vagina niet wassen met zeep, dames. Zeep is namelijk, ja, een base, zoals het heet in de scheikunde, tegenovergestelde van een zuur. En als je daar je vagina mee wast, dan wordt je vagina niet zuur meer. En dan gaan alle bacteriën je vagina opeten. En dan krijg je dus wel sneller infecties en zo. Dikke tip van Rick, was je vagina niet met zeep. Er zijn speciale zeeps, zeepen. Die niet basis zijn. Dat zijn dan 5 pH zeepen of zo. Die moet je in je kut stoppen. Tip van de dag. Niet eens om vieze praat te hebben of zo. Dat is gewoon waar. Jullie gaan altijd vanuit alles wat ik zeg vies bedoeld is. Maar dit is gewoon echt waar. Dit is gewoon echt de tip van de dag voor je vagina. Als je geen vagina hebt, dan mag ook. Als je geen vagina hebt, je mag die van mij wel lenen. Wat? We gaan hier een beetje ruimte vrijmaken. Kunnen we hier wat extra attracties neerzetten. En we moeten wat kamelen kopen, geloof ik. Ik heb een kamelenkut. Wat heeft dat ermee te maken? Maakt niet uit. Ik moet 8 kamelen in het wild vrijlaten. Nou kunnen we heel flauw gewoon 8 kamelen kopen en ze meteen weer verkopen. Maar we moeten ook aan die viewing galleries komen. En ik vind het te flauw om 10 viewing galleries bij dezelfde kutdieren neer te gooien. Dus ik stel voor dat hier allemaal vliegende dingen zijn. Of zijn het de plekken waar de stenen stonden of zo? Nee. Huh? Dat zag er raar uit. In ieder geval. Als we hier nog even een kamelenhok bouwen, flikkeren wat kamelen erin. Heb je al vaker met kamelenhokken? Dan komt alles helemaal goed. Oké, kamelen. Wat voor hek hebben jullie nodig? Een wooden fence. Oh my god. Oké, dan. Is wel goed, denk ik zo. Zo, denk ik. Dan kunnen mensen mooi om de kamelen heen. Het ziet eruit als een mooi groot hok voor 8 kamelen. Misschien laten we nog wat kamelen kinderen maken. Kunnen we die verkopen? Hetzelfde geldt hier. Al die kleine hippo kinderen. Kan ik het eigenlijk nog verkopen? Voor geld. Dat is fijn. Oké, welk huis kunnen kamelen in? In een paardenhuis waarschijnlijk? Horse, kangaroo, ostrich, gazelle, zebra. Oh, we moeten een groot herbivorenhuis. Oké, okay, jij zegt het, game. Horace Hippo kan niet bij het dierenhuis. Oh nee, Horace. Gaat het wel goed met je? Ik kom je redden. Denk ik. Waar is Horace Hippo dan? Zit hij hier achter vast of zo? Zit Horace Hippo in het kamelenhuis? Horace Hippo, wat loop je te zeiken, vieze hippie? Hippo hippie, snap je hem? Nee, tuurlijk. Tuurlijk wel. Oké okay, dan. Laten we nu even een prachtig, ik herhaal, met de letter P, prachtig hek hier omheen bouwen. Daar passen nog een heleboel mooie viewing galleries tussen. Glow in the Dark Piemel is gerepareerd, tof om te horen. Dump weer 5 vrouwtjes kamelen in. Ik ben dol op die vrouwtjes. I'm all about that base. Vrouwen kamelen. Vrouwen kamelen. Ook baby kamelen, die zijn schattig hoor. Dat zijn schattige baby kamelen. Vera Camilla, ken je die YouTuber? Vera Camilla, boom. Hoeveel kamelen hebben we nodig? 8. Oké, nou, het zijn 4, 5 vrouwtjes.
Oh nee, ik heb nu mannetjes gekocht. Ah joh, whatever. Ik heb geen idee meer wat ik doe. Doe het wel gewoon zo. Raakt vast een keer iemand zwanger. Hoeveel kamelen heb ik nu? Niemand weet het. Doe voor de zekerheid er gewoon nog een bij. Hoppakee, vrouwtje. Boom. Ik ben geen idee wat de geslacht... Ja, dit is Christian. Carlos. Ik heb het gevoel dat ik iets te veel mannelijke kamelen heb gekocht. Al mijn kamelen hebben piemels. En ik ben niet tevreden zo. Maar toch. Toch wel tevreden. Oké dan. Gewoon een viewing gallery erin of zo. Zo'n lekkere grote hier. En dan zo'n medium hier zo. Toch wel, hè? En dan echt om mijn punten bewijzen hier. Vies van die drie van die hele gore kleine viewing galleries. Misschien zelfs eentje extra. Gewoon om het level te bewijzen dat ik het kan, weet je. Oh, je kan echt die 10 viewing galleries hebben. Ik heb er 11, bitch. Zo. Zo. Toch? Ja, ik heb hem nu meer dan 10 in ieder geval. Hier nog een viewing gallery. Boom, open. Hier nog een viewing gallery. Boom, open. Heb ik het gehaald? Ja hoor. 11 viewing galleries. Pam, 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 pam. Laat dieren los in het wild. 8 kamelen. Dacht het niet. En voor de rest moeten we 11 rino's hebben. Beoordeling van park 900 gedurende meerdere maanden. Eigenlijk moeten we momenteel alleen 8 kamelen loslaten in het wild. Ik kan al deze kamelen verpatsen en dan zijn we gewoon klaar. Maar zo ben ik niet. Misschien wel een beetje. Misschien moet ik gewoon meer kamelen kopen en die verpatsen. Misschien wel. Misschien niet. Misschien Zwarte Piet. Boom. Racisme. Dankjewel voor het kijken naar deze aflevering. Volgende aflevering van Rollercoaster Tycoon 3. Wild. Meer Rollercoaster Tycoon 3. Wild. Hoop ik voor deze aflevering leuk. Geef even een duimpje omhoog. Want anders dan adopteer ik een hippo. Of zo. Tot de volgende aflevering. Doe een duimpje omhoog. Zie ik jullie dan. Of misschien besluit je nooit meer Serpent Gameplay te kijken. Wat ik volledig kan begrijpen. Tot de volgende aflevering. Doei.